Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Ons weer wordt nog steeds beïnvloed door een hoge drukgebied boven Polen. En het bepaalt ook het weer op veel plaatsen op het vasteland in Europa. Lage drukgebieden en storingen trekken over Engeland en Ierland richting Noorwegen. En ook is het boven Italië onstabiel met een paar buien. Maar voorlopig blijft het op veel plaatsen droog en vrij zonnig onder invloed van een hoge drukgebied. Vandaag was het bij ons een mooie zomerdag met veel zonneschijn, nauwelijks bewolking. Alleen boven België en boven Engeland was er meer bewolking te zien. Vanavond is het vrij helder en ligt de temperatuur tussen de 18 en de 20 graden. En vannacht trekt er een zwakke storing het land binnen. Van het westen uit zien we wat meer wolken, maar de temperatuur daalt eerst nog in het oosten van het land naar 10 graden. Vlak aan zee ligt de minimumtemperatuur rond 14 of 15 graden. En morgen overdag zien we wolkenvelden en vooral in het oosten van het land kan er een enkele lichte bui vallen. Van het westen uit breekt nog steeds meer plaatsen de zon door, en het wordt in de middag 21 tot 24 graden bij een matige wind die draait naar het noordwesten. Op vrijdag is het tot de avond droog. Eerst schijnt de zon geregeld, maar later raakt het bewolkt en het is nog zomers warm met 20 tot 25 graden. In het weekend wordt het wisselvalliger, vooral op zondag vallen er geregeld buien. En dan gaat de temperatuur naar beneden, naar 19 tot 20 graden. En als we kijken naar de temperatuurverdeling voor de rest van de komende week, dan zien we dat de temperatuur schommelt boven de normale waarde van 21 graden. En s'nachts wordt het niet kouder dan een graad of 15. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.